toch? Nee. Oké. Okay. En nog wat heeft dan? Als een fantastische icoon van Vitesse. Als een geweldige spits die andere spitsen groter maakt. Ik denk dat het gewoon een icoon was van Vitesse. Echt een speler die ongelooflijk populair was, ook bij het publiek. En toch altijd extra's bracht. En ja, gewoon een icoon. Als we een goed resultaat haalden meestal, dan gingen we even naar Arnhem toe. Naar de Korenmarkt, naar de Schoof. En daar ontmoetten we in die tijd nog de supporters. Zo ging dat vroeger. En dan greep Dejan meestal naar de microfoon en die praten de avond aan elkaar in heel gebrekkig Nederlands. En dat waren wel hele leuke avonden, moet ik zeggen, ja. Ja, dat was wel, dat was hij wel op zijn best, ja. Ja, ja, hij was natuurlijk van het weekend jarig en toen heeft hij heel veel berichtjes gekregen van ons, hè, als zijn oud-medespelers en medewerkers van Vitesse. En voor het eerst reageerde hij niet. En veel jongens die ik heb gesproken vonden dat al vreemd. Want hij reageerde altijd op appberichtjes vanuit Holland. En nu niet. We staan allemaal versteld van het feit dat het zo snel is gegaan. Want niemand van ons was op de hoogte van het feit dat hij zo enorm ziek was.